Hey mensen! 7:4? Dan begint de wedstrijd al over 4 minuten! Nou, dan ben ik nog mooi op tijd. Zijn we al begonnen? Hey, goeie keep! Hey, goeie keep! Goeie keep, jongens! Woo! Yeah! Nice! Roderick! Hey, Jan Dilleman, gozer! Klaar voor een goede match hockey? Uiteraard. We gaan die losers van Wassenaar naar Zuid even een poepie laten ruiken, niet? Klinkt als een puik plan, gozer. En ik heb gisteren nog extra kaviaar gegeten, dus dan gaan ze zeker ruiken vandaag. Oh nee, Roderick, gozer. Wat is er, Jan Dillen, gozer? Nou, ik heb per abuis de Louis Vuitton tas van mijn ma meegenomen. Nee, gozer. Er zitten hier alleen maar dokterspullen in, man. Hé, hey, geen probleem, gozer. We zijn hier in een sportcentrum, hè. Je kunt vast wel wat spullen van iemand lenen hier. Excellent idee, gozer. Dat dacht ik, gozer. Hé, hey, Jan Dillen, gozer, kom. De wedstrijd staat op het punt om aan te vangen. Ja, gozer, ik weet het niet hoor. Begin maar zonder mij. Hoezo, gozer? Is het niet gelukt om nog iets te lenen dan? Jawel, gozer, maar het is van Anne Fleur. Ach, wat geeft het? Kom, als jij niet meedoet, dan hebben we sowieso verloren. Nou, goed. Hé, hey, joh, gozer, wat is dit voor ongein, joh? Anne Fleur had zwemles, gozer. Ach, wat geeft het? Kom, spelen, joh. Wat deed ik verkeerd? Ja, second dribble. Second dribble? Ja, maar dat is dat je de bal vast hebt, 3 stappen zet en weer doordribbel. Hey, second dribble. Kom maar hier met de bal. Wat? Jongens, komt-ie. Serieus? Jammer, man. Uit! Uit? Ik sta helemaal niet uit. De uitlijn is helemaal daar. Ja, maar je veter is uit. Mijn veter? Dit is niet eens mijn veter. Nou, dacht het wel. Meneer de scheids, ik weet dat wij als spelers geen kritiek op u mogen hebben, maar ik wilde toch even aangeven dat ik het gevoel heb dat u een heel klein beetje partijdig bent. Tio out! Gefeliciteerd! Even snel omkleden, dan gaan we naar oma, hè? Goed gedaan. Gaat-ie? Nee. Jan Dillen, gozer! Jan Dillen, ik sta vrij! Kom, ik sta vrij! Ik sta bij de paal! That's what she said! Jan Dillen, ik sta vrij! De keeper staat in niks, gozer! Gozer! Yo, Lillo, hou eens even je snater! Jan Dillen! Ja, ja, Jan Dillen! Jan Dillen, hier, vast! Vast die bal! Oh, ja! Gozers, serieus? Godse dikke me. Oh, ik heb me echt kapot gezweet. Goeie wedstrijd, mannen. Even lekker douchen en dan zie ik jullie straks. Ik ben mijn handdoek vergeten. Geen probleem, ik heb altijd een handdoek bij me. Nee, dat hoeft niet hoor. Ik douche thuis wel. Ja, dat dacht ik niet. Je rijdt met mij mee. Ik wil mijn auto een beetje fris houden. Nou, hup, geen gezeur. Douchen. En dan zie ik je zo. Hé, hey, hoezo wil je niet douchen? Ja, ik heb gewoon liever niet dat jullie me zien onder de douche. Oh? Wat heb je dan? Ja, niks. Maar ik ben gewoon bang dat jullie commentaar gaan geven. Dat zouden wij nooit doen, nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee. En zeker niet waar jij bij bent, Rick. En bovendien, iedereen heeft wel iets raars, toch? Ja. Ja. Oké, dus jullie gaan me niet uitlachen of zo? Nee. Zoiets doen wij niet. Nooit. Nee. Nou, oké dan. Hey. Woehoe, let the copa go back to Lena. Music and fashion is always a fashion at the copa. Copa.
Is dat onze tegenstander? Yes, yes, yes! Wat, ben je daar nog blij mee? Ja, tuurlijk, kijk dan. Dan gaan we super dik winnen. Ik voel dat gewoon. Rick, het is toch helemaal niet leuk als we zo'n super ongelijkwaardige tegenstander hebben? Jawel. Dit was zo makkelijk. Gelijk, man Dylan. Het is helemaal niet leuk als het zo ongelijkwaardig is. Dat zei ik toch? Ik wens jullie een fijne, maar vooral sportieve en eerlijke wedstrijd. Hashime. Stop! Ik kan niet tegen kinderen! Stop! Stop! Mate. Geen bananenschil en niet kietelen. Anders Shido voor jou. Gezondheid. Begrepen. Hashime. Hey, joh, wat doe je? Hey. Hey, joh, ik zie niks. Oh, oh, oh. Ah. Jongens. Ah. Ah. Mate. Laatste waarschuwing. Geen moeders gebruiken en niet bijten. Anders Shui voor jou. Begrepen. Hashime. Kom op. Kom op. Ja. Woo! Yeah! Ippon. Sormade. Woo! Yeah! Loser! Vrije zaterdag voor opgeofferd. Ik schaam me echt werkelijk diep, diep. Hey, hallo, lieve schatten. Ik ben vandaag helaas de enige ouder die kan rijden. Maar als we allemaal een klein beetje inschikken, ja, dan gaat het wel passen. Mam, waarom deze auto? Ja, weet je, bij de andere moest ik nog eerst denken. Daar had ik gewoon even geen zin in. Volgens mij zijn we nog hartstikke mooi op tijd. Laat die tegenstanders maar eens zien hoe fit jullie zijn. Hey, barman. Mag ik 10 friet oorlog, 6 nasiballen, 5 kroketten, 2 kiploempia's en een lekker tractorband met modder? Dat was het? Jongens, willen jullie ook nog iets? Johan? Nee? Wat ben je nou allemaal aan het doen, man? Het is toch super ongezond zo voor de wedstrijd? Ja, maar we spelen toch zo die wedstrijd? Dan loop ik alles er zo weer af. Jongens, vanwege het feit dat de coach van de tegenstander gestikt is in een Bami-blok, gaat de wedstrijd helaas niet doen. Oh. Kan ik ook niks aan doen natuurlijk, hè? Nou, maar goed dat ik nasiballen besteld heb dan. Over nasiballen gesproken, doe er nog maar eentje. Hop, hop. Gaat het? Ben je geblesseerd? Nee hoor, dit is gewoon mijn warming-up. Oh. Dit is je warming-up? Ja, ik bereid me voor de wedstrijd van zometeen. Ja, ja. Maar moet je dan niet iets meer bewegen? Rekken of zo? Oh ja, tuurlijk. Goed dat je het zegt. Maar dit is toch helemaal niet nuttig? Ha, ik snap wat je bedoelt. Ik moet iets nuttigs doen. Ja. Oké. Okay. Ah, Dylan, je moet erin. Wat? Maar ik ben bankspeler. Dit is wat ik doe. Ik speel de bank. Ja, maar ik heb een blessure. Ze hebben je nodig. Jongens, schiet eens op. Maar wat moet ik doen dan? Ja, gewoon spelen. Wat voor spel is het eigenlijk? Gast, basketbal. Basketbal? Wat is dat? Een soort voetbal, maar dan met je handen of zo? Wat moet ik doen dan? Ja, gewoon gooien. Lijkt me toch een goede warming-up. Dat was goed. Nice! Au, au. Dat was goed. Hey. Ah.
duur lucht, joh. Geef mij een beetje lucht. Oh, wacht, ik heb natuurlijk een badjas aan. Je bent zo te slapers.